is de Koen van 1BNL met vandaag een nieuwe video voor jullie. En vandaag gaan we reageren op mezelf. Zoals jullie misschien al gezien hebben in de video van Matty, heb ik vroeger ooit meegedaan. Of in ieder geval heb ik een rol vertolkt in Willem Wever. Willem Wever had een televisieprogramma. En ze kwamen een keer naar onze school en zeiden ze van ja, we willen een item opnemen op deze school. Want we hebben een jochie van 11 of zo, 12. Weet ik veel. En die moet een middelbare school vinden. En wie vroegen ze toen om te gaan helpen? Ja. Deze man. Vandaag gaan we reageren op deze aflevering. Ik hoop dat jullie dit leuk vinden. Als het leuk vindt, zeker een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal hier beneden. En laten we maar gaan beginnen. Zoals jullie kunnen zien, dit was mijn school. En het was lachen, want ze hadden mijn school een soort neergezet als een soort van spookschool of zo. Moet je zien. Hoe fucking creepy ze het gemaakt hebben. Het zou christelijk lyceum, alsof ik anders dood ging. Nou ja, dit is dus die gast die ik moest helpen. Dit was echt zo kut. Ik ging hier mijn rector. Moet je even kijken. Nou, wat gaat u doen? Wie bent u? De rector. Oh, u bent de rector. Ja, en de bel is gegaan. En dan mag je alleen maar in de les als je een briefje hebt. Ja, maar hij heeft heel traag gefietst. Bij welke school staat ooit de rector met de armen wijd van... Ho, je bent te laat, nu moet je een briefje halen. What a fucking bullshit. Nou, toen gingen ze een briefje halen, allemaal niet zo bijzonder. Maar uiteindelijk gingen ze dus mijn klas binnen. En wat er dus gebeurde, was echt best wel raar. Dit is trouwens niet mijn klas, nu ik het zo zie. Weten jullie misschien waar D3 is? Die kan het. Inderdaad, het was niet mijn klas. Ik was hier dus een brugklasser en ik was 12, ja. Ik was denk ik 12. En ze waren dus de dag ervoor gekomen van ja, wie wil het doen? En toen had mijn mentor, had een meisje gezegd van ja, jij kan het vast goed. Maar we willen ook graag nog een jongen erbij. En toen kozen ze natuurlijk mij, want ze kozen de lekkerste jongen uit de klas. Dus ja, kwamen ze bij mij uit. Maar het ding was toen zij eenmaal aankwamen, zeiden ze van ja, we willen eigenlijk maar met één iemand opnemen. En toen kozen ze mij. De meisje tering hard genaaid. We zijn net begonnen in een nieuw hoofdstuk. Oh mijn god. Besef even hoe klein ik was. Gewoon in alles. Zeg maar, ik ben nu niet meer klein. Vinden jullie me nog lijken op de jongen daar? Misschien nog een klein beetje, maar... Ik weet niet. Besef ook, kijk hoe lang mijn haar is. En zeg maar, mijn haar, het is niet dat het nu goed zit. Of dat het nu ooit goed zit. Maar ik kom daar vandaan, mensen. Zie dat even. Ik kom daar vandaan. Over kwadranten. Over machtsverheffing. Pardon? Machtsverheffing. Dit was de eerste klas en dan heb je blijkbaar machtsverheffing en kwadrant. Boeit verder helemaal niemand. Maar ja, ze vonden het blijkbaar leuk om het erin te laten. Kijk even hoe klein ik ben, what the fuck. Mensen, als je nu in de brugklas zit, maar je moet ook even begrijpen. Het ding in de brugklas zat, dat is legit 9 jaar geleden of zo. Toen bestond opscher nog niet, weet je wel. Toen had iedereen gewoon dit soort kapsels, dat was gewoon normaal. Ja, hey, sorry. Maar als je het helemaal snapt, is wel leuk om te doen. Waarschijnlijk als je de laatste bladzijde kijkt, dan wordt het nog moeilijker. Ja. Fantastische anekdote. Fantastisch, werelds goed. De sfeer van de school is heel belangrijk, maar dat is voor iedereen persoonlijk. Dat is leuk geëdit. Het is leuk gedaan dit hoor. Hier, ik moet eerst dat gedicht lezen. Dit was lachen. Hier gingen we dus muziekles doen. En veel mensen weten het niet. Eigenlijk niemand. Behalve de mensen die bij me in de klas zaten. Maar die Ewout is die presentator hiervan. En hij had een soort van ei of ding, of zo'n ringelding vast. Ik voelde het heel erg, weet ik van boeien. Maar hij had het dus vast en hij stoeg daarmee, dat ga je straks zien. Het was dus stuk. En toen werd de docent werd fucking boos. Dat was echt mooi. Krijg je nou veel van dit soort vakken? Ik heb een half jaar tekenen en een half jaar handarbeid. Dat zijn wel de leukere dingen, denk ik. Nou, ik teken niet. Die lerares van tekenen vind ik niet hard. Maar die hier gaat veel. Die wil ik maar niet. Hier heb ik ook best wel gezeik mee gehad. Die docent tekenen, ja echt. Als ze dit kijkt, ja, ik vind je nog steeds gewoon kut. Ja, sorry. Ja, het is gewoon zo. Ja, sorry. Wat een kut docent. Ongelooflijk. Ik kon gewoon niks goed mee tekendocent. En ik zei het hier ook. Alleen het is echt best wel kut op het moment dat je dus dit zegt. En letterlijk de hele school kijkt het, weet je wel. Want jouw school is er. En dan heb je daarna tekenen. Met die docent. Slimme opmerking? Zeker niet. Wat vind jij dat belangrijk? Ja, jongen, ik heb een half jaar dat je met muziek gaat maken, tekenen en die leuke dingen doen. Drama en zo vind ik wel leuk, maar in tekenen daar ben ik niet echt goed in. Nee? Nee. Drama. Wat heb je daar nou aan? Hoe kan je nou ooit drama? Wat een onzin! Ja, Mick heeft de hele dag meegelopen in de muziekles. Ja, dit moet je wel kunnen nu, toch? Ja, ja. Oké, okay, nou we gaan het horen. Dit is ook zo, dit is zo slecht. Oh mijn god. Oké, okay, we gaan beginnen met de ontluikende lente. Ja, ja, in muziek, gevoel en taal. De muziek. Dat ding, dit ding, ging een stuk. Die brak af, een van die dingen. En toen werd ze boos, jongen. Van, ja, je doet het expres voor de video, bla bla. Het is helemaal niet in de video gekomen ook. Ze doen nergens op. Wat is dit? Wat deden we? Waar slaat dit op? Ik snap er ook echt geen reet van als ik het terugkijk. Ik begrijp er echt geen tyfus van. Je was een opleider dus in. Dat was dan helemaal anders. Koen, hoe vond jij het de eerste dag op de middelbare school? Spannend. Oh jongen, ik kan echt niet naar mezelf kijken ofzo. Het is echt...
cringe als... Oh mijn god. Ja, hoe moet Mick daar straks mee omgaan? Nou, gewoon zelf proberen. Ik heb deze zo vaak mat in deze video gedaan. Jezelf doen. Ja, jezelf doen. Het was oprecht wel een goed advies. Gewoon, doe lekker hoe je zelf bent. Maar ja, jezelf doen is misschien niet helemaal goed uit te leggen. De eerste paar dagen, niet heel veel op te vallen. Zou je niet door de school gaan rennen en tikkertje doen of zo. Want dat doe je. Dat was natuurlijk zijn plan. Dat was natuurlijk zijn plan. Ja, nee, natuurlijk Koen. Nee, uitstekend. Nee. Dat was een beetje... Want je speelt je voetbal nu buiten of zo. Ja? Ja, dat doen we hier nooit meer. Dreams crushed! Oh, je nu voetbal en zo? Ja, leuk. Lekker buiten spelen. Lekker. Doen we nooit meer. Nooit meer! Oh. Je ziet mijn zure gezicht. Hij is voor mij ook er niet blij mee. Tost. Lijkt me wel lekker. Is de kant. Nee, tost is niet tevreden daar. Niet doen. Geen tost halen. Maar wat vind jij nou belangrijk? Jij je bek houden. Nee, sorry. Dat ik graag een lekkere muffin wil met schimmel erop. Zoals je hier kunt zien, de vier bovenste muffin. Heerlijk. Heerlijk. Wat hebben ze hier nog meer, Koen? Alles. Ja? Ook kroketten? Ook kroketten. Oké. Doe jij dat vaak, Koen? 1 of 2 keer per maand kom ik wat in de kantine. Waarom ben ik ineens homo? Waarom zeg ik het ineens een homo? Waar slaat dit op? 1 of 2 keer per maand kom ik wat in de kantine. Ik snap er geen reet meer van. De hele tijd praat ik gewoon normaal. Nou ja, in hoeverre je normaal kan praten als je in de brugklas. En ga ik nu ineens zo praten. 1 of 2 keer per maand. Ja, mensen beseffen trouwens even. Ik weet niet hoeveel zakgeld jullie krijgen. Maar ik was hier dus 12. En ik had met mijn ouders altijd de regel. Ik 10 cent zakgeld kreeg. Dus ik kreeg toen 12 was 1,20 euro zakgeld per week. En een broodje kostte 2 euro. Dus meer dan 2 keer per maand werd ook gewoon niet. Dat kon gewoon niet. U moet dus sporten en ook roken, zegt u altijd maar. Precies. Trouwens, ik zit nu te denken. Ze zijn het iets. Ook kroketten. Ze hadden helemaal geen kroketten. Ze zitten gewoon te liegen hier. Ik ben 100%, echt 1000% zeker. Dat er in mijn schoolkantine geen kroketten waren. Echt 100%. Okay, leugenaar. Oh, niet ik, niet ik. 1 of 2 keer per maand. Oh, wanker. Absolute wanker. Maar u moet dus sporten en ook roken, zegt u. Ah, leuk grap. Precies. Ja. Okay. Heb je ook wel eens dat je het niet kan vinden? Ik heb ook een tas van echt 50 kilo om. Nou, heel af en toe. Dan denk je van, waar moet ik ook weer heen als je in een hele grote groep bent? Maar meestal lukt het allemaal wel. Ja, hier zitten wij. Oh, hier. De regisseur die even naar buiten loopt. Ik snap er niks van. Ik denk als je liedjes zingt en liedjes hoort, dan blijft de taal het beste hangen. Mijn Franse zijn was trouwens ziek hier, dus deze Franse zijn hadden we gewoon nog nooit gehad. Ging ineens met ons zingen. Maar ook van, ja, leuk. Leuk. Echt leuk dit. Heb je veel huiswerk deze? Dit is het beste ooit. Mensen hebben dit niet door. Mensen hebben dit gewoon niet door. Maar dit moet je even zien. Hij vraagt, heb je veel huiswerk? Moet je zien. Ja, heel veel. Heel veel. En dat zou kunnen, weet je wel. Dat weet ik niet meer. Maar... Dit moet ik doen. Dit moet... Even 1 seconde terug. Heel veel. Dit moet... Dit is... Nou, wat staat er? 2 regeltjes misschien? 2 regeltjes van huiswerk? Oké. Goed, trouwens, goede agenda. Moet ik doen? Dat is heel veel. Hier, wijs ik ook. Er staat gewoon niks. Of hier staat misschien iets. Maar hier staat gewoon niks voor de rest. Ja, nu krijg ik... Oh, de lul, jongen. Wat een meme. Wat een meme. Nog meer huiswerk. Ja. Nog meer huiswerk. Ik deed het ook altijd netjes. Nee, niet nog meer. Het is ook gewoon gememed. Wat een meme. Wat een meme. We moeten al zoveel. Sommige scholen geven... Hot, even op nou. Wat is er voor onzin? Dit is mijn mediatheek. Met computers. Waar vind jij nou dat Mick op moet letten bij het kiezen van een school? Nou, op de gezelligheid. Dit is ook, heb ik al zo vaak voorbij zien komen, jongen. Ik denk oprecht dat dit pas de 2e keer is dat ik dit terugkijk. Gewoon de eerste keer dat ik het toen gezien heb. En ik heb het nu natuurlijk een paar keer gezien. Ja, omdat het mag hier een vuile flikker is die het altijd gebruikt, maar voor lul zet. Maar die gezelligheid, dat is een goeie. Mensen, als je nou een school kiest, maak je reden uit of het een leuke school is. Kies voor de gezelligheid. De leraren heel streng zijn. Ze doen natuurlijk wel wat aardiger bij zijn open dag. Maar je kan wel zien of ze heel aardig zijn of niet. Ja. Altijd vragen... Hoe het zit als je eruit gestuurd wordt. Wat is dit? Wat is dit? Mijn haar ook, jongen. Oh my god. Wat je dan moet doen, precies. Ja. Vond ik leuk dit. Vond ik leuk. Vond ik een leuke grap van mezelf. Als je eruit gestuurd wordt, wat je dan moet doen, precies. Ja. Leuk. Hij vond het ook leuk. Vond je het ook leuk? Ja, doe dan een duimpje omhoog op deze video. Oké, we staan niet. Ja, ook altijd vragen voor het huiswerk. Of huiswerk je krijgt. Dat is toch altijd handig om te weten. Dat slaat ook helemaal nergens op, jongen. Ik zeg ook maar wat, jongen. Maar ja, ik ben ook jong en onbezonnen. Wat vind je ervan, van school?
Ja, tot nu toe wel leuk. Oké, mensen, polletje komt nu in beeld. Is hij daarna naar deze school gegaan? Ja of nee? Komt nu in beeld. Kom niet vergeten deze keer, polletje. Niet vergeten. Hij is wel naar de school gegaan, jongen. Wat een fantastische marketing tool ben ik ook. Bedrijven, e-mail me. Blijft natuurlijk ook een moeilijke keuze. Ja. Maar ja, denk er gewoon even over na. En dan weet je het vanzelf wel. Ja. In ieder geval vrienden gemaakt. Ja. Je hebt wel vrienden gemaakt, ja. Nee, dat heb ik gesproken inderdaad. Dat scheelt al. Die laatste lach, joh, ik ga echt stuk. Dat scheelt al. Oh, mooi dit. Mensen, dit was hem. We eindigen met mijn heerlijke smikkelkoppie. Nou, ik zie mezelf er nog wel in terug, maar ik vind toch wel dat ik best wel veranderd ben. Sommige mensen die je ziet, zijn veranderd niet zo heel veel. Ik vind mezelf toch wel echt wel flink anders. Maar ja, ik heb me nog wel een beetje, vind ik. Ik had wel een kleinere neus. Ik heb nu een flinke unit, maar toen had ik wel een klein neusje. In ieder geval, mensen, ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Ik heb erg gelachen. Hopelijk jullie ook. Echt zwaar genoten. Zwaar genoten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Zeg een duimpje omhoog. Meer van zien kan, klik dan hier of hier. Wil je me abonneren? Dat kan ook. Klik dan hier op dat lekkere bolletje. En zie ik jullie bij de volgende video. Ik zal live je al meer de volgende keer. Zeg doei. Later. Leuk.